Volksvertegenwoordiger Karel Breeveld van de DOE, die zegt de afgelopen perioden wat gesprekken te hebben gevoerd met artsen, als ook het personeel van het academisch ziekenhuis Paramaribo. En het beeld dat daar wordt geschept over de situatie in het ziekenhuis. Tekort aan heel wat zaken, tekort aan medicamenten. Kortom, de grote financiële problemen waarin het ziekenhuis verkeert. Maar niet alleen het AZP, maar ook de overige ziekenhuizen. Daarvan is bekend dat zij het ook allemaal zeer moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. Vandaar dat Breeveld een oproep doet aan de president in deze, om echt financiële middelen vrij te maken voor de ziekenhuizen. Want het heeft geen zin om binnenkort het Wanica ziekenhuis te openen, terwijl de overige ziekenhuizen die al langer bestaan kampen met zulke grote problemen. U hoort Breeveld. Het interview is vastgelegd door Karen Sakto. U mag zich zorgen om de situatie bij het academisch ziekenhuis Paramaribo. Wat is hem precies? Ja, ik heb dus mensen die er werken gesproken. En met name dus de beroepsgroep, hè, artsen en verpleegkundigen. En je merkt gewoon dat er behoorlijke tekorten zijn. En bovendien schulden, die stijgen alsmaar. Dingen worden niet afbetaald. Crediteuren die willen hun geld hebben. En daardoor kom je dus in een probleemsituatie terecht. En ik ben natuurlijk heel positief gestemd over de stappen die de regering neemt om het ziekenhuis te renoveren. Ik moet zeggen, als je inderdaad in die gerenoveerde afdelingen loopt, heb je echt een heel goed gevoel. En dat is belangrijk voor het herstel van patiënten, maar ook voor de mensen die er moeten werken. Dus zonder meer, mijn complimenten daarvoor. Maar het kan niet zo zijn dat je etages vernieuwt en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg door het gebrek aan dit, gebrek aan dat. Ik heb begrepen, mensen hebben problemen met mensen die vernevelingsproducten die nodig zijn voor de beademing. Weet je, dat soort dingen, dat daar tekorten indreigend te zijn. Maar ook andere zaken. En waarschijnlijk willen leveranciers dan niet leveren, gewoon omdat die schulden van het academisch ziekenhuis hoog zijn. En met gelden van het academisch ziekenhuis is ook nog het zorghotel gekocht. Dus je begrijpt dat we een heleboel prioriteiten niet goed op een rijtje hebben. Ik mis dus daardoor een beleid waarbij mensen die er werken in het academisch ziekenhuis gewoon kunnen rekenen op alle middelen en alles wat ze nodig hebben om de patiënten een goede service te kunnen geven. U moet ook niet vergeten dat we bezig zijn met een Wanica ziekenhuis. En wie wil nu geen Wanica ziekenhuis? Iedereen wil gezondheidszorg voor de hele bevolking. Dus geen persoon zal daar officieel echt tegen zijn. Maar je gaat niet het ziekenhuis daarop zetten, een nieuw ziekenhuis, terwijl andere ziekenhuizen noodlijdend zijn, moeilijk het hoofd boven water kunnen houden, de middelen ontbreken gewoon, terwijl die er gewoon moeten zijn om duurzame, goede zorg te kunnen bieden. Ik denk dat we heel serieus daarnaar moeten kijken. En ik hoop van harte dat de autoriteiten op dit vlak ook heel serieus ernaar kijken en de stappen nemen om met name de crediteuren uit te betalen. En ik weet niet, de directie van het ziekenhuis zal het natuurlijk zeggen, maar ik heb niet met de directie gesproken, ik heb gepraat met medewerkers, mensen die in het ziekenhuis zelf werken en de problematiek meemaken. En ik ben volksvertegenwoordiger, ik kan niet anders dan het aan de orde stellen en duidelijk aangeven, hier moet beleid op ingevuld worden, dat er duurzaamheid is, dat mensen zeker zijn dat producten, middelen, medicijnen, al die soort van dingen gegarandeerd zijn. Anders is de zorg in gevaar. Maar de president heeft op verschillende momenten aangegeven, ook zelf hier in het parlement, dat er prioriteitsgebieden zijn, waaronder volksgezondheid, en dat er daarvoor sowieso altijd geld ter beschikking is. In de praktijk schijnt dat niet zo te zijn. Ik ben het eens met de president dat gezondheidszorg onder andere een hoge prioriteit heeft, maar de praktijk wijst niet uit dat dat echt gebeurt. Dus ik denk dat het belangrijk is. En als de regering heel eerlijk is en met name ook praat met de mensen die werken in het ziekenhuis, dan zal de regering erachter komen dat eigenlijk dat het niet is wat men zegt. De middelen komen niet
om met name leveranciers te betalen. En daardoor komen de tekorten en daardoor leveren mensen niet. En het is een vicieuze cirkel en die cirkel moet doorbroken worden. Dus ik wil oproepen, dit is geen sprookjesverhaal, dit is een ernstige zaak, een eerlijke zaak wat ik aan de orde stel. En dit aan de hand gewoon van mensen die ter zake betrokken zijn in het ziekenhuis. We zien dat ziekenhuisdirecteuren vaker hebben aangegeven dat een manier dat ziekenhuizen toch veel meer gaan verdienen of meer zullen verdienen, is om de lichttarieven die te verhogen. Maar aan de andere kant zien we dat dat ook weer dan dat stukje probleem vormt van gaat men dat kunnen betalen. Wat ziet u als opties, heer Breeveld, dat ziekenhuizen weer gezond gemaakt worden? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we mensen zo kort mogelijk in ziekenhuizen moeten houden. En ik denk dat sommige specialisten en artsen ook heel bewust daaraan werken. Maar dat moet dan structureel worden. Hè? Dat je inderdaad zegt van, hey, als het niet nodig is dat mensen daar 5 dagen moeten liggen. En in plaats daarvan een dag, liever dat, want dan betekent het minder kosten. Tegelijkertijd is het zo dat je ook moet kijken naar hoe kun je een beetje clusteren. Hè? We hebben nu 4 ziekenhuizen in Paramaribo. Hè? Het Jaconessenhuis, het RKZ, het Landshospitaal, Academisch Ziekenhuis. Daar is heel lang over gepraat. En van wat zou je kunnen clusteren? Hoe zou je in staat kunnen zijn om ziekenhuizen zodanig te brengen tot een model waarbij iedereen kan overleven. Maar tegelijkertijd je de zorg garandeert, blijft garanderen. Ik ben geen deskundige op organisatorisch gebied voor ziekenhuizen, want dat is natuurlijk een apart specialisme. Maar het lijkt mij toch verstandig om daar weer deskundigheid op voor aan te werven. Want we hebben nu ook een zorghotel erbij, dus in feite zijn het 5. En ik vind het prima natuurlijk dat mensen gezondheidszorg dicht bij hun plek hebben. Maar je begrijpt dat we een concentratie in Paramaribo, de cirkel van Paramaribo, hebben wat ziekenhuizen betreft en het kan anders. Maar het lijkt mij dat de medische autoriteiten met elkaar aan tafel moeten gaan zitten om dit serieus aan te pakken. Dus een directe panklare oplossing heb ik niet, maar ik denk dat sowieso minder dagen in het ziekenhuis een plus zal zijn. En als er iets meer coördinatie plaatsvindt, hè, en je hebt een raad van ziekenhuisdirecteuren, en wellicht bespreken ze het ook al. Alleen wil je natuurlijk dat die uitvoering ook echt tot zijn recht komt en dat middelen die beschikbaar gesteld moeten worden door de overheid, dat daar mensen op mogen kunnen rekenen. Want als je dat niet krijgt, dan kan je ook natuurlijk de mooiste plannen maken, maar het is onuitvoerbaar. We interviewden een coalitielid hierover en die maakte de opmerking, maar ja, ook ziekenhuizen in Nederland hebben de afgelopen jaren hun deuren moeten sluiten. Dus waarom zou dat ook niet moeten in Suriname, gelet op onze financiële situatie? Hoe verstandig is zo'n dergelijke uitspraak? Nou, ik denk dat inderdaad dat moet gebeuren op basis van onderzoek en op basis van de bevindingen die uit het onderzoek uitkomen. Dus zomaar roepen sluiten is niet het beste, maar je moet kijken. En ik denk dat in Nederland, ja, we kunnen de gezondheidszorg in Nederland en Suriname niet vergelijken. Ik dacht dat het iets van 90 miljoen of zoiets moet zijn. En dat zijn enorme bedragen in vergelijking met Suriname, met een kleinere bevolking. Maar ik geloof wel dat je efficiënter kan werken. Ik geloof wel. En er zijn vast wel voorstellen in de ziekenhuizen zelf, hoor. Als de mensen echt aan tafel gaan zitten en de overheid ook met name het gesprek in gang zet, moeten we komen tot goede oplossingen hiervoor. Want zo gewoon doorgaan is denk ik niet wat het zou moeten zijn. Een ander onderwerp, heer Breeveld. We zien dat mensen hun reacties en nogal wat boze reacties hebben geplaatst op social media. En dat is dat Suriname ook vertegenwoordigd is op Carifesta en personen die hun diensten hadden geleverd in 2013 nog steeds niet uitbetaald zijn en ze vragen zich af hoe is er dan nu wel geld om een delegatie te sturen richting Carifesta. Begrijpt u deze mensen en zegt u als volgt vertegenwoordiger dat Suriname daadwerkelijk
ook moest deelnemen aan deze Carifesta? Ja, ik moet u zeggen dat zodra het begrip Carifesta valt, ik een vervelende nasmaak heb. En dat zou niet mogen, want Carifesta is juist bedoeld om de culturen van het Caribisch gebied samen te brengen en te vieren. Hè, dat we zoveel verscheidenheid hebben en tegelijkertijd ook van elkaar leren. Dus Carifesta is op zich een heel goed project, maar gezien het debakel van 2013... toen inderdaad Carifesta hier gehouden was, waar we allemaal trots op waren. En met name het feit dat de begroting behoorlijk overschreden was. Zeg maar 100% meer, van 17 miljoen naar 34 miljoen. En daarnaast mensen niet uitbetaald zijn, miljoenen niet zijn uitbetaald. Tot de dag van vandaag lopen mensen rond die op hun geld wachten. Die diensten hebben geleverd en hun geld niet hebben gekregen. Anderen hebben het wel gekregen, want natuurlijk, je weet ook wel, familie Matina Ngakompe, die krijgen hun geld wel. He, de mensen die heel dichtbij zijn. He, dat is nepotisme ten top. He, dat je inderdaad zegt van, dis ma dim sabi, dis ma dat ik is demoni wel. Maar trouwens, die naar de familie Matina Ngakompe, dis ma dat ne kiezing. En dus dat is eigenlijk een van de dingen wat die nasmaak geeft. Dan zeg ik van op zich een goed initiatief, maar het is vervelend dat juist wanneer Carifesta genoemd wordt, dat al deze dingen weer naar boven komen van hoe men op een onverantwoorde manier met het geld is omgegaan. He, om met de woorden van de president te spreken, hoe men middelen van de staat heeft verkwanseld. Want dat is inderdaad wat is gebeurd. En het is een absolute schande dat je dat niet in orde kan maken, terwijl er een grote schandaal is bij de Surinaamse Postspaarbank. Terwijl ik ben verleden geweest bij de cassavefabriek, het gebouw. Ik ben een rondleiding daar gaan nemen, alleen maar om te kijken hoe de stand van zaken is. Het staat er zo vervallen en zo ziek bij. Weer kapitaalvernietiging, begroeiing. Oké, er zijn wat militairen die daar de wacht houden. Ik heb ook met die mannen gepraat. En dan kom je tot de conclusie, wat een vernietiging van kapitaal. Ja, het zijn miljoenen, miljoenen, miljoenen. En dan betaal je mensen niet. Subsidieproblemen, toestanden met FIBOS, onderwijs. Mensen mogen geen ouderbijdrage vragen, zegt de minister van Onderwijs. Terwijl er afspraken zijn en zaken gewoon gevolgd moeten worden, zoals de onderhandelingen en de gesprekken geweest zijn. Ik denk dat het belangrijk is. We hebben de naschoolse opvang waarin allerlei keukens zijn gebouwd en ingezet. We hebben die schandalen. We hebben ook daar gezien hoeveel verkwanseld is aan middelen van de staat. We hebben ook daar gezien dat niet op de juiste manier is omgegaan met die middelen. En mensen zeggen wel eens van, oh, Breveld heeft is een one-issue party, zeggen ze wel eens. Geen probleem. Ik heb ook geen probleem om one-issue party te zijn, wat niet klopt overigens. Want ik heb over alles praat ik. Hè. Maar die one-issue is belangrijk, meneer Ganesh, omdat het ligt aan de basis, aan het fundament van die samenleving. Wanneer een land corrupt is, wanneer mensen niet integer zijn, wanneer fraude bijna normaal wordt, omkoping normaal wordt, onder de tafel geld geven, tjoekoes betalen, hè, mensen onder druk zetten, financiële misbaksels. Wanneer die dingen gebeuren, dan zijn we in het hart van het beleid waar het ziek is, waar er niets van terecht gaat komen. En waar andere onderdelen van die samenleving gewoon onder zullen lijden. Dus ook al zou ik een one-issue party zijn, hè, ik heb er geen probleem mee, ik ben het niet, maar ook al zou ik dat zijn, spreek ik wel iets aan, bespreek ik wel iets wat essentieel is om dit land gezond te krijgen. Want wat zingen we? We zingen toch, a boom for you is a ogri musuwai, dis na ogri. En a ogri die zie, e hora kondre na baka. A ogri die is e meki, dat tenome shisma, desmano ap oso, desmano mantang. Tenome shi tak skoro, mus herstel, mus herbouw. Tenome shi alle den problema. En als ik al die dingen zie, dan kom ik terug op geen goed bestuur. Dan kom ik terug op schending van integriteit. Er zijn integriteitsschendingen. Dan kom ik terug op mannen en vrouwen die kennelijk niet begrepen hebben wat het betekent om good governance uit te voeren. Dus ik zal dit blijven zeggen, zolang ik in de politiek, maar ook als ik uit de politiek ben, blijven zeggen van oneerlijkheid. Voeren naar lee, naar misbruik voor amoni voor akondre. We gaan het blijven herhalen. Want als we stoppen erover, dan gaan anderen vrolijk verder van business as usual. En ze zitten zichzelf te verrijken en elkaar en anderen. En doen alsof er niets aan de hand is. Dus wat Breveld betreft, hou ik keihard vast aan deze issue.
En ik ga ervoor dat Suriname op een betere manier bestuurd kan worden. We betere invulling kunnen geven aan zaken. Dus terugkomend op Carifesta. Ja, ik vind het ook goed natuurlijk dat Suriname naar buiten gaat en zich uitdraagt. Want we zijn ook onderdeel van het Caribisch gebied. Maar wat zijn de gedachten die bij ons opkomen als we over Carifesta horen? De man Nyamoni, de man Panyamo, de man Bossamoni, de man Opaidensma. En dit is mijn waktite, no etit op de money. En dat is het lastige, dat is die bijsmaak, die vervelende bijsmaak bij Carifesta. En men wil het niet graag horen, men wil sneller overheen, maar ik ga er niet overheen. Ik blijf het benadrukken, ik blijf het herhalen, omdat ook onze samenleving bewust moet worden en iedere Surinamer bewust moet worden dat dit niet goed is.